Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag heb ik voor jullie weer een juffenvideo. Ik ben namelijk juf van groep 8 voor mijn tweede jaar. En ik ga jullie laten zien wat ik allemaal doe om het nieuwe schooljaar te beginnen. Dus als je er heel veel zin in hebt, zou ik het echt super leuk vinden dat je een blauw duimpje omhoog doet. En dat je abonneert op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier. Het is dus nu zomervakantie en ik ga aan jullie laten zien wat doe ik nou eigenlijk in de zomervakantie om me klaar te maken voor het nieuwe jaar. Dit is de manier hoe ik het doe. Ik zeg niet natuurlijk dat dit 100% goed is, maar dit werkt voor mij heel erg fijn. En daar ga ik een aantal video's over maken. Nou, vandaag ben ik voor het eerst in de klas. En vind ik het gewoon het fijnst om te beginnen door alles klaar te zetten zoals hoe ik het wil staan. Zodat ik daarna gewoon gelijk al mijn spulletjes bij de hand heb en dat ik het gewoon makkelijk kan ordenen. Dus dat gaan we vandaag eerst doen. We gaan het hele klaslokaal omtoveren hoe ik het wil. En daarna gaan we het pas versieren en klaarmaken voor alles. Nou, in de vakantie is de schoonmaak langs geweest. En ik heb wel geluk gehad, want vorig jaar hadden ze alles een soort van op één hoop gegooid. En nu staan de tafels in ieder geval wel al in het lokaal met de stoelen erbij. Alleen het zijn er wat te veel. Want daar staat bijvoorbeeld een rij extra. En ik mis daar nog een tafel en allemaal dat soort dingen. Dus ik ga eerst zorgen dat de tafeltjes gewoon goed staan. Zodat ik het makkelijk kan ordenen. Want bijvoorbeeld deze tafel moet in mijn lokaal en die tafel moet ook nog in mijn lokaal. En nu staat het ook veel te dicht bij het bord. Want als je hier zit, kan je het helemaal niet zien. Dus dit ga ik eerst eventjes ordenen, zodat dit allemaal helemaal goed staat. En even de ramen openzetten. En ondertussen lekker een muziekje luisteren. Ik ben gelijk helemaal bezweet. Maar in ieder geval, de tafels staan dus nu goed. En ik heb 30 tafels hier staan. Dus dat is heel erg fijn. En ik heb daar een extra plekje. Dit is ook het plekje voor als je even op een ander plekje moet zitten. Als jullie begrijpen wat ik bedoel. Deze tafel kan ik als instructietafel gebruiken. Maar ik kan het ook gewoon gebruiken om werk op in te leveren. Hier zit de computer in, maar hier zet ik ook dingen op. Dan heb ik hier dus 9 tafels. Die moeten wel wat naar achter, anders zie je het bord niet. Hier in het midden dan 12 en daar weer 9 tafels. Dan heb ik hier de kast en heb ik daar ook nog een extra tafel voor iemand die even bij mij moet zitten. En dan ga ik nu even een sopje halen om alles schoon te maken. Want dat is wel echt heel erg nodig. Er zitten echt heel veel vlekken op de tafels. Alles is weer schoongemaakt met een doekje. Ik was wel echt best wel lang bezig. Ik ben helemaal bezweet. Maar ik vind het wel gewoon fijn als het gewoon lekker even helemaal schoon is. Ik heb ook alle kastjes even schoongemaakt. En ook dit soort dingen. Dat moet er zo meteen nog wel in. En dan ga ik nu door met de kast. En hier heb ik dus echt geen zin in. In deze kast ligt eigenlijk alle spullen voor het magazijn. En nou, gewoon alle rotzooi. En doordat in de zomervakantie iets schoongemaakt moet worden, dump ik altijd alles in deze kast. Omdat dan denk ik, ja, dan ga ik dan na de vakantie wel uitzoeken. Maar het is echt heel erg. Ik had niet verwacht dat het zo erg was. En ik heb dit vorige zomer ook gedaan. En daar heb ik gewoon heel veel aan gehad dat dit helemaal opgeruimd was. Dus we gaan dat zeker nu ook weer doen. Maar kijk, zo ziet het eruit. Het is echt niet normaal. Ik heb ook best wel een kleine kast. Ik heb ook best wel een kleine kast vergeleken de rest. Maar ik wil het gewoon even helemaal sorteren. Dus dat ga ik nu doen.
Oké, ik werk van onder naar boven. En hier heb ik een bak. Hier bewaar ik altijd alle toetsen in van het hele jaar. Zodat als er bijvoorbeeld een vraag is of iets anders, dan kan ik die toets er altijd bij pakken. Verder doe ik alles in van dit soort houders en schrijf ik na. Dan doe ik met zo'n, hoe noem je dat eigenlijk, een labelprinter. Schrijf ik erop wat erin zit. Zo is het gewoon heel overzichtelijk. En dit had ik dus vorig jaar ook gedaan. Dus dit lag eigenlijk allemaal goed. Het was gewoon alleen een beetje rommelig. Dus heb ik bijvoorbeeld verjaardagskaarten plus werk. Maar ook heb ik hier de antwoordenboekjes. Zodat ik het dit jaar niet nog een keer hoef te printen. Maar het gewoon heb bewaard. Dus dat zit allemaal hier. En dan ga ik nu naar de volgende laag. En zoals je ziet, dan wordt het al steeds meer opgeruimd. Bij mijn bureau heb ik dus een kastje voor de kinderen. En ik kwam mijn papier tegen in de kast. Dus ik dacht, dat ga ik gelijk ook even aanvullen. Hier liggen alle spulletjes die de kinderen nodig hebben. Wit papier, maar ook ruitjespapier, lijntjespapier, rekenmachines, gekleurd papier, boekverslagen, linealen, alles. En ze mogen dit gewoon zelf pakken, zodat ik niet de hele tijd hoef te zeggen van, pak dit of pak dat. Maar dan kunnen ze het gewoon zelfstandig doen. Dus ik ga daar eventjes nieuw papier in doen. En dat vind ik gewoon ook heel erg fijn, dat het gewoon lekker allemaal is aangevuld als ze hier komen. Ik ga wel even een schaar pakken. Ik kwam deze map tegen en dit wil ik toch wel even aan jullie laten zien. Ik ga namelijk al mijn schoolfoto's bewaren en dat doe ik dus in deze map. En ik dacht, misschien vinden jullie dat ook wel een leuk idee. Dus daarom laat ik het eventjes zien. En de klasfoto's kan ik natuurlijk niet laten zien. Maar dit was mijn eerste jaar bij mijn Leo, bij de kleuters. Dus die zie je hier. En dan heb ik hierachter mijn klasfoto en dan heb ik hier de groepsfoto met alle leerkrachten. Hier mijn eerste jaar in groep 6. En samen met iemand uit mijn klas. En daarachter zit dan weer de groepsfoto die ik niet kan laten zien. De groepsfoto en de teamfoto. En dan heb ik ook van dit schooljaar, van mijn eerste jaar in groep 8, heb ik ook deze foto. En ik ga dit dus gewoon elk jaar erin plakken. Want ik dacht, dat is wel heel erg leuk als herinnering. En anders doe ik toch niks met de foto's. Nou, we zijn even verder. Maar dan heb je ook wat. En het is echt heel erg opgeruimd. Hier heb ik in ieder geval de dingen waar ik snel bij moet. Dus hier, dit heb ik allemaal zo geordend. Hier heb ik schriften, mijn laptop. En er moeten nogal een aantal dingen in. Alleen dat weet ik nog niet zo goed waar ik het wil. Dus dat ga ik nu opruimen. En dan heb ik hier een bak met rekenmaterialen. Hier heb ik dingen met cadeautjes. Hier heb ik pluswerk. Dus dat heb ik hier in deze bak gedaan. Dan heb ik kerst, Pasen, feest, musical en kamp. En dan ligt dat eigenlijk allemaal helemaal goed. Dus dat ga ik nu eventjes weer terugzetten. Nou, de kast is helemaal gedaan en nu is het tijd om mijn bureau klaar te maken. Zoals jullie zien heb ik hier een kastje staan. Hier doe ik dus alle handleidingen in, maar ook alle dingen die ik gewoon bij de hand wil hebben. Zodat ik het gewoon in één keer kan pakken. Dus ik doe hier echt de dingen die ik dagelijks gebruik. Dus de handleidingen, alle boeken. En dat ga ik nu eventjes doen. En ondertussen zit ik jullie eventjes weer in een timelapse. Nou, ik ben bezig met dit kastje leeghalen. Dit staat nu eigenlijk wel goed. Dan wil ik hier algemene dingen nakijken en dat soort dingen. En als ik dingen af heb, in mijn agenda hier. En ik ga dus nu eventjes dit pennenbakje uitzoeken. Er zitten heel veel dingen bij die niet meer doen. Dus ik wil het gewoon eventjes goed uitzoeken. En even schoonmaken, want er zit heel veel stof op. Ik heb hier een plek om mijn posters op te hangen. Dus dat ga ik eventjes kijken. Want ik merkte gewoon dat ik dit jaar
te veel posters had. En als het te veel wordt, gaan kinderen er ook niet naar kijken. Dus ik wil liever straks een schrift gaan maken met alle afspraken erin. Kijk, dit heb ik gekregen en ik ben hier echt zo enthousiast over. En ik wil dit gewoon voor de kinderen. Want dit is gewoon super handig. Het is dus een opzoekboekje. En je kan het bestellen op www.jufkim.nl. Ik zal er binnenkort nog wat meer over vertellen. Maar hierin staat dus alles aan de hand met plaatjes. En dit is gewoon helemaal top. Dus ik wil ook niet te veel in de klas ophangen. Maar gewoon dat ze werken met zo'n opzoekboekje. En ik heb er dus ook één voor taal en één voor spelling. Nou, ik heb het even maar per kleur gedaan. Dus rood is rekenen, geel is spelling en blauw is taal. Dus dan heb ik in elk vak iets. Hopelijk is dit duidelijk en anders kan ik ze altijd nog heel makkelijk verplaatsen. Uiteindelijk ziet het er dan zo uit. Dan leg ik hier lekker mijn agenda neer. Kan die zo open blijven liggen. En mijn map doe ik hier of op mijn bureau. En dan heb ik hier dus alle handleidingen, begrijp het lezen, huiswerk. Beetje op die manier. Alle mappen met huiswerk, alle leesboeken voor dit jaar. En dan heb ik hier de handleidingen die ik elke dag gebruik. En dan doe ik hier algemeen nakijken wat ik nog moet nakijken wat wel af is. Beetje dat soort dingetjes. En nou, de posters hangen dan, dus dat is helemaal fijn. Mijn bureau, dit vind ik gewoon zelf heel erg fijn werken. Dus dit is dan dit, hier zo. Mijn laadjes zijn dan gewoon een beetje opgeruimd. Dat doe ik altijd gewoon in bakjes. Dat vind ik zelf ook heel erg fijn werken. En de bovenste doe ik dan dingen die privé zijn, want deze kan op slot. Nou, dan heb ik dit bakje. Die vind ik ook echt super fijn. Deze is van de Vibra. Hier heb ik kaartjes die ik niet zo vaak gebruik. Hier zijn de dagen en de maanden. En ik heb ook zo'n verjaardagsding. Die vind ik ook wel leuk. Zo, dit doekje gebruik ik om het schoon te maken. Deze voor de eerste maandag. Hier heb ik een kopje met stokjes met alle namen. Nou, dan heb ik die tijdvakken maar even een keer boven het bord gehangen. Zodat ik het gewoon kan aanwijzen. Dat vind ik zelf wel heel erg fijn. En dit vind ik ook heel erg fijn werken. Alle nakijkboekjes hier bij elkaar. Nou, uiteindelijk is de kast zo geworden. En dan heb ik gewoon bakjes gemaakt met creatief. Gouden weken. Gewoon alles geordend. En hier ga ik dan de toetsen en allemaal dat soort dingen in doen. Dus dit is, ja, het lijkt heel rommelig, maar het is een soort van opgeruimd. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken naar deze juffenvideo. In de volgende video's ga ik weer mijn tips met jullie delen. Hopelijk vinden jullie het leuk. En is er iets nog wat je graag wil zien? Of dat je denkt, nou, hoe heb je dit gedaan? Laat het dan eventjes weten in de comments, want dan geef ik natuurlijk antwoord daarop. En dan heel erg bedankt voor het kijken. Doei doeg!